Komt u nog speciaal voor iemand kijken? Ja, voor mijn kleindochter. Voor mijn kleinzoon. Voor onze kleinzoon. En weet u al in wat voor auto die rijdt of is het een verrassing? Ja, in een oude eend, een Citroën eend. Die is van mij en die heb ik opgeknapt en daar zit hij in. Geen idee. Dus het is heel spannend. Ik moet maar even afwachten, maar ik knip gewoon alles. Dan heb ik hem er altijd bij. Rijen dik en vol spanning stonden ze dinsdagavond te wachten op hun kroost. Vaders, moeders, opa's en oma's, iedereen was er. De Marktstraat was speciaal afgesloten voor de intocht van de eindexamenkandidaten sector VMBO van het Udens College. Een traditie voorafgaand aan hun galafeest. Hoe ging dat nou vroeger bij u op zo'n galafeest? Helemaal niet, zo was zoiets niet, hè. Hoe ging dat dan? Nou, dat was helemaal niks. Naar school en naar huis en leren en thuis nog leren of het werk en dat was het. We waren al blij als we met een behoorlijk rapport thuis kwamen. Anders dan zwaaien er ook nog wat. Voor de leerlingen van vandaag hoort het erbij. En is het een uitdaging om zo chic, stoer, groots of stijlvol te verschijnen op hun eindexamenfeest. Niet alleen jullie auto's in stijl, maar ook de chauffeur is in stijl, hè? Ja, dat is een goede chauffeur, ja. Hoe hebben jullie dit geregeld? Ja, we vroegen aan haar of we de auto mochten lenen. Zeiden ze, ja, is goed. En toen kwam ze een keer met chauffeurpak en al kwam ze naar ons ophalen. Dus dat was echt leuk. Helemaal te gek, toch? Ja, dat was echt leuk. We hoeven nou niet meer naar school toe. Het is nou afgelopen. En heel veel mensen komen hier kijken natuurlijk. En het is echt superleuk om mee te doen aan de optocht. Ja, echt leuk. En heb je het eigenlijk ook gehaald, je examen? Of weet je het nog? Ja, de examen moeten we nog hebben. Maar we hebben het rapport hebben gehad. En daardoor kun je wel weten of je waarschijnlijk gaat halen, ja of nee. En? Ja, ik ga het wel halen. En nou feesten? Ja, nou zeker feesten. Zit dit nou lekker op zo'n Jaguar? Nee, het is heel warm aan mijn kont. Maar waarom gaan jullie dan voorop zitten? Nou, het is origineler dan in de auto. Veel origineler. Nou, je hoeft nog maar een klein stukje. Ja, gelukkig wel. Het is wel leuk toch, dit? Ja, heel leuk. Al die aandacht en zo. En vanavond lekker feesten? Ja, heel hard. Is dit jouw vriendje voor vanavond? Ja. Mijn lieve hondje. Ja, sommige leerlingen. Het thema is gala chic en jij denkt ik kom op een grasmaaier. Ja, dat is kei vet toch? Ja, dat is weer anders als een stomme auto. En hij maakt ook een wheelie, dat is helemaal skon. Hoe ben je op het idee gekomen? Ja, dat is een goede vraag, ja. Ja, gewoon een keer verstand op nul en gaan we die banaan. Heb je dat met je school ook gedaan, verstand op nul? Of, Ja, ook. Zeker zweten.